Je ziet de tussentijden van Hemmer, rondje 35, waar Sablikova 33-6 rijdt. Maar ja, Hemmer is natuurlijk niet de vrouw waar je uiteindelijk mee moet vergelijken. We hebben geen ander vergelijkingsmateriaal, want Hemmer heeft al gereden. Ja, maar het is... Sablikova moet eigenlijk de tijd zetten van de echte klassementsvrouw. Dat doet ze nu ook, ze is 5 seconden sneller dan Hemmer. En ze heeft natuurlijk los van de wereldbekerwedstrijden indrukwekkend gereden als regerend Olympisch kampioen in een trainingswedstrijd Berlijn oktober, de 4-0-2-0-8. Ze is houdster van het baanrecord, wat tevens het wereldrecord outdoor is. En ze hoort hier met 7 seconden voorsprong. Kijk, 33-1. Heel vlak. 33-1. De Miatu gaat ook kapot. Net als al die andere schaatsenrijders. Kijk naar het verschil. Meer dan een rechtend. Miatu komt nu pas de kruising op. Mooie rit van Sablikova. En we weten nu al dat het een goede rit is. Of het goed genoeg is, dat zal nog moeten blijken. Maar ze heeft haar eigen race gereden. Ze verpulvert hier de tijd van Mari Hemmer. En de 4:11:35. Het blijkt toch steeds dat je een seconde of 10 van je beste seizoentijd verwijderd zit. Dat geldt ook voor Sablikova. Ja, toen. Geweldige 1500 meters gereden dit seizoen als nieuwkomer. Toch een beetje in de A-divisie. Besluit in 4:24. En dan is het klassenverschil wel heel erg groot. Vergelijken met Sablikova, die kwam door in 2:31. Daar staat het. En nu wordt het toch penibel. Ja. Want het is al 2:11 en dat is te veel. Maar wel weer in de onder de 34-0 gebleven. Blijft druk op die afzet houden. Nauwelijks glijden. Slank, net als Sablikova. Weinig massa die je helpt op dit ijs en het wind. 2 ronden te gaan. Hier ging het helemaal mis vanaf het Nederlands kampioen, op het Nederlands kampioenschap. En 34-2 nu is ook niet snel genoeg. En Sablikova heeft het al gezien, denk ik. Die heeft een geweldige eerste dag erop zitten. Noteerde Sablikova, hier staat 34-5. Dan is het bijna 1,5 seconde in 1 ronde. Dat is veel te veel. En dan is het verschil op de 3000 meter toch wel heel groot geworden. Het is geen slechte race, zeker niet. Maar de Olympisch kampioene is toch een klasse apart op de 3000 meter. Want hier staat 4:17:66. Dat is toch een groot verschil met Sablikova en de 4:21:03 van Jorien Voorhuis. Leenstra staat er vooralsnog tweede mee. Maar de lach is terug op het gezicht van Sablikova. Nog 3 ronden te gaan. Jeetje, kijk, 32-9, ze versnelt. Dat is knap. 3600ste sneller. Het moet een dikke seconde worden. En we moeten natuurlijk ook vergelijken met het schema van Leenstra. Dit is wel Wüste die altijd probeert. Mond wagenwijd open. Ze is 2,5 seconden sneller dan Leenstra. Dat moeten er 3 worden. Om Leenstra te passeren in het klassement. Ze gaat, als ze zo doorgaat, stijgen in het klassement. 33-6, de ronde van Sablikova. 33-2, dat is knap. Ze is wel sneller, 7800ste sneller. Zo. 2 ronden te gaan. Gaat ze dan toch voor een verrassing zorgen? Met 2 slotronden van dikke seconde. Sablikova, 33-1 en 33-4. Ze rijdt hier een dijk van een 3000 meter. De Olympisch kampioene van 2006 tegen de Olympisch kampioene van nu. Rondetijd van Sablikova. En hier 34-4. En is de voorsprong veranderd in een achterstand van bijna 1,5 seconde. Nu rustig doorrijden. Maar
diepe buiging hoor. Dat Wüst het zo probeert. En zo blijft schaatsen. En zo diep gaat. En zo knokt. Zij geeft dit toernooi wel de spanning die het nodig heeft. Want het leek eventjes niet zo spannend meer. Maar Wüst brengt die spanning terug. Ze zal de tijd van Sablikova niet verbeteren. Maar ze houdt de aansluiting. Het wordt 4-13-4. En dat is een uitstekend optreden van Irene Wüst hoor. Niet tevreden over de 500 meter, maar over die 3 kilometer kun je niet anders dan tevreden zijn. De marge met Sablikova is toch niet heel erg groot. Je hoeft je niet te schamen. Met 2 seconden achterstand op de 3000 meter op Sablikova. 4-11 is de winnende tijd. Dan de 4-13-4 van Wüst. Leenstra ook goed gereden. 4-17-66. Valkenburg op plaats 4. Nederlandse vrouwen vlak achter elkaar. Voorhuis ook in de top 6. Met als gevolg dat na 2 afstanden Sablikova, tweevoudig Europees kampioen, het fundament heeft gelegd voor een 3e titel. Maar het is nog niet gedaan, want Wüst staat daar niet zo heel ver achter. Leenstra op plaats 3, Voorhuis op plaats 4 en ook Valkenburg in de top 6.